welkom bij een nieuwe Among Us video. Wij gaan eigenlijk beginnen, maar eerst vertel ik even wat er allemaal nieuw is in Among Us. Allereerst heb je nieuwe rollen gekregen. En ik leg ze allemaal één voor één even uit. Als allereerste de Science of zoiets. Deze kan overal en altijd zien of er crewleden dood zijn of niet. Dit is heel handig, maar de iPad waarop hij dit kan zien, kan ook leeg raken. Deze kan weer volkomen door zijn taken te voltooien. Dan heb je de Engineer. Dit is een crewmate die de fans kan gebruiken. Zo kan hij sneller bij zijn taken komen en dat kan heel handig zijn. Plus dat hij sneller kan zien wie de imposter is, omdat hij kan zien wie er ook kan venten. Dan heb je de Guardian Angel of zoiets. Dit is een geest van de eerst overleden crewmate. En die kan dus allemaal dingen doen. Maar ik weet niet precies wat, want dat ben ik nog nooit geweest. Zoals je het weet, laat even weten in de reacties. Dan heb je als allerlaatste nog de Shapeshifter. Volgens mij kunnen alleen imposters dat worden, weet ik bijna wel zeker. Maar met de Shapeshifter kun je van lichaam wisselen. En dat kan heel handig zijn voor de imposter, omdat hij dan zich kan voordoen als iemand anders en dan iemand kan killen. Dat zijn de nieuwe rollen. Ik vind het best leuk geworden. Laten we nu snel kijken wie we zijn. We zijn imposter. Hebben we nog een extra rol? Ja, we zijn de Shapeshifter, dus we kunnen van lichaam veranderen. Laten we even naar beneden gaan. Ja, even kijken. Oh nee, de reactor gaat down en dat heeft een andere imposter gedaan, maar dat willen we natuurlijk niet, want dan zijn we geen imposter meer en geen shapeshifter meer en dat is niet leuk. Dus we gaan even snel naar de reactor. Oh, het is al opgelost. Gaan we nu even shiften als Moron. En dan gaan we Lime killen. Snel weg hier. Zo, en nu weer inshiften. En dan worden we weer onszelf. Even kijken, Medbay. Nee. Venten? Ja, we gaan venten. Zo, ja, oh nee, killen. Ja, hij heeft hem, de andere heeft hem al gekild. Gelukkig. Gaan wij als Lixia of zoiets naar de reactor. Oh, er is een dead body gereport. Oh, maar Morom heeft hem gereport. En ik heb als Morom hem gekild. Dat komt mooi uit. Ga ik zeggen dat Morom dus degene de dode heeft gekild. Want dat is ook gewoon zo. Zo, Morom, Killet, Pumpfoe. Nu even timelapse totdat de stemrondes voorbij zijn. Morom gaat er ook nog eens uit. Huh? Ik weet toch zeker dat hij diegene had gekild? Nou ja. Nou, wat gaan we nu eens doen? Dat doet hij weer de reactor, hè? Maar ik wil helemaal niet dat de reactor down gaat, want dan zijn we geen imposter meer. Hoe 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oeh, vlak van tevoren. Oh! We hebben wel gewonnen. Nou, dat is leuk. En we krijgen dus nu ook dit erbij. Een nieuw eindscherm. Dat je in levels kan komen. En bonen erbij kan krijgen. Dus dat is wel leuk.